Wat voor wedstrijd was dit vandaag? Ik denk dat dit een belangrijke wedstrijd was, omdat we tegen een jong team speelden vandaag. En uh, ja, zoals iedereen weet moeten we daar boven eindigen. Dus uh, dat was voor ons uh, ja, noodzakelijk om te winnen vandaag. Ja, naar uitslag kijken dan zou je zeggen: een simpele overwinning, 3-0 namelijk. Klopt het ook met het spelbeeld van de wedstrijd? Um, nou, dat denk ik niet. Ik denk dat we ja, slecht begonnen. Eerste helft uh, niet goed hebben gespeeld, niet hebben laten zien wat we konden. Um, daarna, tweede helft, hebben we denk ik op beeld daarvan ja, wel terecht 3-0 gewonnen, maar makkelijk was het zeker niet. We hebben een lange tijd 1-0 voorgestaan en uh, uh, Almere kwam uh, veel druk zetten en uh, ja, daar was er we wel op zoek naar een goal. Alleen uh, gelukkig hebben we dat uh, kunnen voorkomen en hebben verdedigend weinig weggegeven. Maar het is dus makkelijk, was het niet, maar uh, wel fijn. En waarom lukt het in de tweede helft wel een kans te creëren waar het in de eerste helft niet lukte? Um, ik denk dat we de eerste helft ja, slap begonnen, um, maar op 70% speelden veel jongens. En uh, ja, niet dreigend waren. In de tweede helft uh, met ja, ook wat goede wissels op het laatst, die uh, ook uh, het verschil maakten. Maar ook dat we in de duels uh, de tweede helft uh, dominanter waren en uh, daar, daaruit veel kansen hebben kunnen creëren. En hoe voelt het allemaal om, om als verdediger lekker de nul te pakken? Ja, dat is het lekkerste gevoel dat er is. Uh, dat, uh, dat, uh, daar kijk je elke week naar uit. En uh, dat is het enige waar je eigenlijk mee bezig bent. En als je dan voetballen nog een steentje bij kan dragen, dan uh, is dat ook lekker. Tot slot. Tegen NVV zat je vrijdag voor het eerst op de bank van het eerste. Beschrijf eens wat voor gevoel dit aan je geeft. Um, ja, een heel bijzonder gevoel. Dit is eigenlijk waar je uh, heel je tijd uh, hier bij Sparta naartoe werkt, om uh, bij de eerste selectie te komen. Helaas nog niet met de debuut gemaakt, want er was de wedstrijd ook niet helemaal na. Maar uh, ja, voor mij een uh, hartstikke mooi gevoel en uh, heel gaaf om uh, dit mee te mogen maken op jonge leeftijd. En hoe was het met de zenuwen? Um, ja, het viel eigenlijk wel mee. Ik was uh, niet heel zenuwachtig. Uh, misschien als ik echt uh, me moet klaar gaan maken en uh, erin ga komen dat het anders is, maar uh, gisteren was ik vrij rustig eigenlijk. Dus, uh, ja. Smaakt naar meer? Ja, smaakt zeker naar meer. Ja.